Hi, welkom terug bij een nieuwe Hot Coffee Show. Je wekelijkse portie discussie over games. Als er iets relevant is in de wereld der games, gaan we daarover discussiëren. En deze week schuiven we aan. Hoi, ik ben Tom, dit is Soraya. Oh, hi. Hi. We drinken koffie. En lucht. En lucht. En we gaan het hebben over een hot item. Jawel, het internet ontplofte weliswaar vorige week. Want er is een nieuwe Super Smash Bros. Aangekondigd. En toen dachten wij, niemand kwam met de relevante stelling. Dus laten we hem zelf maar gewoon pitchen. De nieuwe Super Smash Bros. Wordt fantastisch. Soraya. Nee. Nou, oké. Was het nee als in, ik ben nog niet klaar voor mijn antwoord? Of was het nee, ik ben het er niet mee eens? Ik ben het er niet mee eens. Maar ik ga het nu langzaam onderbouwen. Maar eerst even terug naar die direct. Mm-hmm. Ik had zat kijken. Helemaal een beetje prima. De dingen die aan werden gekondigd. Ik denk, ja, niks echt. Ik denk, super tof. Shut up the fuck! Dat is allemaal goed te doen. En ik heb dus gewoon weggeklikt. Nog inderdaad voor de aankondiging. Dat je inderdaad die Inkling Girl draait zich om. En dat is echt wel heel tof gedaan. Maar ik was toen al weg. En toen ontplofte mijn WhatsApp in allerlei groepen. Smash. Ik zei, gast, waar heb je dit gezien dan? Ja, nu de aankondiging is. Oh, snel weer terug. Dus ik heb dat allemaal gemist. Ja. Dus dat is altijd fijn. De trailer kun je trouwens ook terugkijken op gamers.nl. Maar inderdaad, toen? Net als in de bioscoop, dat je moet blijven zitten tot zelfs na de credits, omdat er nou nog toffe dingen komen. Wat je altijd ziet gebeuren als je het weet, dat je dan blijft zitten, dat iedereen wegloopt. En dat dan inderdaad het afterstukje komt en iedereen stil gaat staan. Ik lach die mensen altijd uit. Bij een Marvel film heb je zoiets van, ja, je weet toch dat je... Ja, inmiddels moet je dat, ja, eens. Ja. Maar goed, dus de Smash aankondiging. Ja, en ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb niet zo heel veel met Smash. Shut the fuck up! Ja, dat is echt een soort van blasphemy voor veel mensen. Ja, haat me niet. Ja, doe maar. Ik wil reageren, maar bring it on. Maar... Ja. Fuck up! Nou, ik had ook wel dat ik er een beetje mee zat. Ik snap dat het internet ontplofte. En ik snap van, jee, we zijn hype voor nieuwe Smash. Ik heb ook, ik draag Smash een warm hart toe. Ik moet alleen wel zeggen dat ik vond de Super Smash Bros. Melee vond ik verreweg de beste. En sindsdien is het nooit meer zo close bij mij gekomen voor echt een goede fighter. Fuck! Wat Smash doet is goed. Maar ik moet zeggen, waarom was die flippage er? Up! Ik heb een beetje het idee dat het wel echt heel erg een hype train was. Dat iedereen een beetje op de bandwagon sprong. Yeah. Van ja, nieuwe Super Smash, hype. Terwijl we weten nog helemaal niet in welke vorm überhaupt die Smash gaat worden. De kans is vrij groot dat het gewoon de Smash van de Wii U wordt. Die geport wordt naar de Switch. En een beetje net zoals met Splatoon. Dat je dan wel net genoeg content hebt om te zeggen het is een Splatoon 2. Maar in wezen is het de basis van het oude spel. En dat kan met Super Smash Bros. Ook helemaal gebeuren. Want 1. De naam is hetzelfde. En 2. De Wii U heeft niet zo heel goed verkocht. En Nintendo is nu heel erg op die bandwagon aan het springen van laten we alle dingen die op de Wii U goed waren toch nog even meenemen naar de Switch, want een heleboel mensen hebben die gewoon gemist. En daarom voel ik een beetje skepsis bij die hype. Ik hoop ook dat dit een fantastische nieuwe Smash wordt en het feit dat Inkling Girl erin zit, fantastisch. Ja, ik hou van die meid slash man, ze zijn eigenlijk genderneutraal, maar goed. Eerste keer dat een Smash game werd onthuld met een vrouwelijk karakter, dat is ook wel een keer mooi om te zien. Maar goed, ik hoop dat het goed wordt, maar ik voel wel ook een beetje skepsis van, nou ja, we weten er nog niks van, het kan heel goed gewoon een port worden. En laten we heel eerlijk zijn, de makers, de originele makers achter Smash, die vinden het helemaal geen leuk project meer. Want het is zo'n omstreden ding. De originele maker van Super Smash heeft letterlijk ooit gezegd van, wat ik ook doe, iedereen is toch alleen maar pist, het gaat nooit zo goed worden als Melee, ik heb er eigenlijk ook niet zo heel veel zin meer in. Ja, en ik vraag me ook heel erg af, weet je, Ik, zonder twijfel, het is een goede game, daar niet van, weet je, daar hoor je mij echt niet op haten. Maar wat ik inderdaad wel merk, toen ook met de Wii U, met al die aankondigingen, duizenden players komen er dan weer, er wordt ontzettend lang gehyped op social media ook, iedereen is er helemaal gek van. En uiteindelijk, toen ik het speelde, dacht ik, dat voelt voor mij niet echt heel erg nieuw of zo. En daarmee ben ik met de Switch ook heel erg bang, hoewel dan wel weer tof is natuurlijk, je het mee kan nemen, dat je het tweeën kan spelen. Maar dat komt niet door de game, dat is de Switch die het dan zo goed maakt. Ja, en sowieso zie ik mezelf ook niet met een halve Joy-Con die game spelen. Want Super Smash is best wel competitive en het gaat hard. En weet je wel, mensen die de GameCube-versie gespeeld hebben weten ook dat je C-stick echt kan verkrachten. Nou goed, zo'n Joy-Con is relatief stevig, maar ik zie mezelf dat ding wel echt compleet vernaggelen met een potje Super Smash. Maar is gewoon even voor de lol, weet je, deed ook neem mee. We gaan even in het park, net als die reclame, gaan we even spelen. Ja. Dan snap ik het helemaal, maar dat komt dus niet door de game. Ik denk oprecht dat de game inderdaad
ik denk nou wel gewoon een port. Regelrecht vanaf de Wii U. En dan zijn de mensen... Nee, dat is niet zo. Het heeft een nieuwe license aangevraagd. Die license is voor Super Smash Switch. En dat is precies dezelfde als van de Wii U. Nou, dat weten we dus nog niet, maar dat zou kunnen. Ik denk echt regelrecht gewoon een port inderdaad. Ik denk dat het de Splatoon 2... Ik denk dat het niet dat het meer lijkt op wat er gebeurt met Splatoon 2 dan met Mario Kart 8 Deluxe. Ik hoop het ook zeker wel, ja. Maar ik zit dan alsnog met een aantal heikelpunten ook. Dat je zoiets hebt van, dit zou de eerste Super Smash kunnen zijn die echt lekker goed werkt online. Ja. Maar dan zit je ook weer met van, hey, mag ik jouw Switch friendcode? En dan kun je mobiel erbij pakken. En dan kunnen we een soort van half Skype gesprek voeren om elkaars moeder uit te schelden. Weet je, het is ook wel weer dat je denkt van, er zit nog een heel Nintendo en het online ding. Het is niet heel gek dat het uitgesteld is geweest. En straks gaan we er ook voor betalen. En ik ben benieuwd of het dan wel goed genoeg is om daadwerkelijk een bedrag te kunnen verantwoorden. Het zal denk ik nooit goed genoeg zijn om inderdaad volledig het hele online gevoel dat je dezelfde PlayStation op de Xbox hebt. Gamertags. Ja, maar dat wordt echt gewoon niets. Dus ik denk dat je het echt gewoon weer ouderwets moet hebben van je nodigt allemaal vrienden uit, lekker op de bank. Wat vind ik nog steeds het Nintendo gevoel. Ja, ook wel het Smash gevoel voor mij. Ja, heerlijk. Ja. Maar dan nog inderdaad, dan zit je toch met die gekke Joy-Cons. Ja, nou ja, goed, je hebt ook de Pro-controller natuurlijk. Ja. En er schijnt al een soort van ding te zijn, want dat was natuurlijk met de Wii U ook zo, dat je de GameCube-controllers met een soort van adapter erin kon steken. Ja, dat zou tof zijn. Het schijnt zo te zijn dat die adapter dus ook al werkt op de Switch, of in ieder geval dat de firmware ervoor is om die adapter ook op de Switch, zeg maar, werkend te krijgen. Dus dat je in wezen, als je hem docked hebt, kun je ook GameCube-controllers gebruiken voor Smash. En dat hoort er eigenlijk wel een soort van bij. Ja, dat hoort. Dus, maar ik denk op zich, ik ben het... met de stelling soort van eens en niet eens, het wordt gewoon weer een goede game. Klaar. Maar juist door de Switch kan het zoveel beter worden, want je neemt gewoon lekker mee en even snel een potje. Maar nou, voor het hele online gebeuren moet je niet echt bij Nintendo zijn. Nee, maar goed, ja, dat couch co-op gebeuren, dat zit er dan weer gelukkig wel in. Ik weet niet of ik het volledig eens kan zijn met de stelling. Ik hoop dat het een toffe game wordt, maar ik vind het nog te vroeg om te zeggen... We weten niet eens wat het precies is. We hebben alleen die toffe trailer. En die is tof. En de memes zijn ook fantastisch. Maar zullen we even wachten voordat we compleet uit ons dak gaan met die hype? Want het is niet dat ik niet wil dat die game slaagt. Maar ik vond gewoon de bandwagon net iets te hevig voor wat we nu uiteindelijk weten. Dus ik zou zeggen, skepsis wil ik graag meegeven. Eens. Don't overhype. Echt gewoon voor iedereen's hart vooral. Weet je, als die game nou uiteindelijk wel. Want dat moet ik wel zeggen, Nintendo. Dankjewel dat je eigenlijk een soort van Falloutje hebt gedaan. Dat Fallout natuurlijk op de E3 werd aangekondigd. 2 maanden later kon je het gewoon spelen. Daar word ik zo blij van. Dat ze gewoon zeggen, nee hoor, 2018. Ja, nee, dat is inderdaad wel mooi. Maar goed, ja, dat doet dan ook wel weer iets sneller denken dat het op een bocht gaat. Maar goed, we gaan het zien. Wie weet, ik wil het gewoon zien, maar laat het niet overhypen. Gewoon dat we niet veel teleurgesteld worden. Nee, inderdaad. Nou, in ieder geval, mocht je zelf ook een goede mening hebben over Super Smash Bros. Op de Switch. We zijn heel erg benieuwd. En natuurlijk, voor het laatste nieuws kun je altijd terecht op gamersnet.nl. En weet je nog steeds niet waar we het over hebben? Staat nieuws en een trailer staat live. En dan weet je wie we bedoelen met de Inkling Girl en waarom die trailer fantastisch is. En draag een nieuwe stelling aan. Graag. Ik had even een brain fart, maar draag een nieuwe stelling aan. Geef wat? Ik weet het helemaal niet, de lizard people en de clones en zo. Nee. Dat ze af en toe, hebben ze filmpjes van celebrities die ineens uitstaan of zo. Dat je echt denkt, hallo, dat houd je. Oh, noem je mij nou een celebrity? Nee, nou, okay. Als jij dat wil, prima. Okay. Nieuwe stelling, Tom is een clone. Ja. Ik discussieer, of het zou leuk zijn als ik dan niet mee discussieer. Ja, nee. Graag. Ik heb de achterkant alleen maar heen en weer loopt. Ik denk, waar moet ik het anders doen? Maar ik kan me ook inderdaad ook zo voorstellen dat je een betere stelling hebt. Laat het even weten. Anders is volgende week gewoon Thomas en Kloon. En reageer op deze stelling. Zijn we goed aan het hypen? Is het waard, de hype, of nog niet? Of is het te vroeg? Hoe erg voel jij de hype? In mijn botten.